afsluiting. En ik ben eigenlijk vier van de projecten die we zijn dit project al een aantal jaren. Dus we gaan samen nu naar de derde officiële editie lanceren vandaag. Maar misschien voor degenen die ons niet kennen, want we zitten hier een beetje uit de regio van ons uitvalsbasis. We zijn een Leuvense organisatie, RVO Society, die ontstaan is 15 jaar geleden nu vanuit IMEC. Dus IMEC is een heel groot onderzoekscentrum die in het buitenland heel bekend is voor industrie nanotechnologie, die heel vooruitstrevend onderzoek doet binnen dat domein. Dus wij zijn door hen uit de grond gestampt geweest met de bedoeling eigenlijk om de brug te maken tussen het onderzoek die daar gebeurt en het onderwijs. Dus om aan de jongeren te laten zien wat mogelijk is om achteraf binnen het onderzoeksdomein te gaan doen. En dus in die 15 jaar, dat zien evolueren eigenlijk van techniek, wetenschappen en nu intussen de evolutie naar het stemgebeuren. Al onze projecten zijn eigenlijk daar rond gericht en meer bepaald willen wij dat ook altijd kaderen in een bepaalde context. En dat is de maatschappelijke relevantie van de stemprojecten. Voor ons is het belangrijk dat de maatschappij, dat het voor de maatschappij nuttig is, de projecten die wij maken. En het project Planet Watch, Planet Change, kaderde eigenlijk heel goed in de duurzaamheid. Dus zo zijn we van start gegaan. Natuurlijk, zo'n project, zeker op het punt waar we nu zijn, dat kun je op je eentje gaan uitrollen. En we zijn heel blij om een aantal partners te hebben intussen. En het blijft maar groeien, zou ik maar zeggen. Oorspronkelijk is het project ontstaan. Planetwatch is eigenlijk een Belgische samenwerking. Dus we hebben een Waalse collega, Hypothèse, die samen met ons het project heeft ontwikkeld. En al vrij snel hebben we ook een andere partner erbij gehaald. Dat zijn de mensen van Milieuzorg op School die er vandaag aanwezig zijn. Om niet alleen het stemproject uit te rollen, maar daar ook echt een praktisch luik aan te gaan koppelen en de jongeren echt ook tot actie te gaan motiveren. En natuurlijk, zo'n project kan alleen maar als er echt ook steun wordt gegeven om het op zo'n grote schaal te laten uitrollen. Maar wij zijn dus ook heel blij dat dit is kunnen gebeuren. De eerste steun die wij ontvangen hebben een aantal jaar geleden om de website te ontwikkelen, is van Google gekomen. En intussen zijn we nu al 2 jaar bezig met de steun van het departement LME. Die het dus ook mogelijk maakt om over gans Vlaanderen pakketten te rollen naar de school. En vandaag hebben we dus ook de eer om een aantal andere partners bij te betrekken, waaronder de mensen van IMEC en Agoria die hier aanwezig zijn. Ik wil straks nog een woordje meer uitleg gaan geven. Hier, het project Planet Watch Planet Change omvat 2 luiken. Het eerste luik is, zoals ik zei, een stemproject. En de bedoeling is dat je al een beetje in leven blijven ontdekt om met door middel van bio-indicatoren die voorkomen bepaalde loofbomensoorten om een uitspraak te maken over de luchtkwaliteit en meer bepaald naar de verzurende polluenten in de lucht. Anderzijds, het tweede luik zal door MOSFAM meer worden toegelicht. Daar is dan de bedoeling op basis van de resultaten in de school om dan te gaan kijken wat kunnen we doen van concrete acties om de luchtkwaliteit nog te gaan verbeteren. Dus, waarom is RVO Society daarmee begonnen? Wel,